brand uitgebroken in een woonwagen. Hier op het woonwagenkamp, hier achter ons, is brand ontstaan. En dat was aanvankelijk nogal heftig, dus er is flink opgeschaald door de brandweer om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar andere woonwagens. Nee, er zijn gelukkig geen slachtoffers. Er is wel heel veel rook vrijgekomen bij de brand. Die rook is met name omdat een woonwagen ook vaak veel kunststoffen bevat. Was die rook nogal heftig en is die ook richting een wijk hier achter ons gegaan. En daarop hebben wij ook metingen uitgevoerd. Ja, die hebben gevaar opgelopen, maar gelukkig dankzij de snelle opschaling hebben we kunnen voorkomen dat die andere woonwagens in brand zijn geraakt. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar wat ik begrijp van de mensen is die volledig uitgebrand. Ja, dat klopt. Vanwege de rookontwikkeling die in het begin nog wel heftig was, is een aantal winkels, onder andere de Praxis, is ontruimd geweest omdat die echt midden in de rook lagen. Al die winkels zijn door de politie ontruimd. De mensen zijn opgevangen hier in het zorgcentrum. Gelukkig is het gevaar nu geweken en kunnen die mensen straks weer terug naar de winkel. Nee, op dit moment is er nog geen oorzaak bekend en de politie gaat daar straks onderzoek naar doen.